Nog één ritje hebben we voor u. Dat is dit Noorse onderontje tussen Björn Nuland en Tom Erik Oxholm. De Nooren hebben helemaal een tik gekregen op zee. Nuland had het moeilijk. En de Nooren zullen dus ook iets aan hun kernploeg moeten gaan doen. Dat opvullen met rijders die daarachter staat. Maar voor zover ik begrepen heb, vinden ze zelf dat ze niemand daarachter hebben. 26-8 voor Nuland. Dan kom je bij rijders als Stijn Crosby en Oz. Dat soort mannen uit. En die rijden ook al geen deuk in een pakkie boter tegenwoordig. Ook Oxholm had wat last van evenwicht. Nuland blijft leiden. 55 lijkt dan nog aardig. De Nooren kennen zal er wel vernietigend uitgehaald worden naar de bondscoach, want dat is meestal zo. Als het slecht gaat met het rijden hier, dan heeft de coach het gedaan. Dan hebben ze net weer een nieuwe. Nuland blijft leiden. 31-6. Laatste stukje nog voor Björn Nuland en Tom Erik Oxholm. En ook voor hen wacht dan de douche. En concluderen wij nu al dat Guljajev een ram van je welste heeft uitgedeeld. Door als enige onder de 2 minuten te rijden. En niet zo'n stukje ook. 1:57.94. De winnende tijd van de Sovjetman die straks op 10 kilometer bijna een halve minuut voorsprong heeft op onze landgenoot Vergeer. Hatschief en Emminger worden 3 en 4 en dit zijn de eindtijden van de laatste mannen. 2:06.04 voor Nuland, 2:07.96 voor Tom Erik Oxholm. De Nederlandse jongens, alle vier verliezen op de 1500 meter, krijgen klappen. En wat de 10 kilometer betreft melden wij, Heinz en ik, ons straks weer hier vanaf de kunstijsbaan in Leangen in Noorwegen. Waar het tenminste weer een beetje sneeuwvrij is. En laten we hopen dat dat zo blijft voor de 10 kilometer. Met Björn Nuland in beeld zeggen wij u gedag.